Sibon. Nu vrij om te schieten. Sibon. Oh, wat een goal. Dankzij dit magnifieke doelpunt mag Gerald Sibon zich nu alleen topschutter aller tijden noemen bij SC Heerenveen in de Eredivisie. Tot afgelopen weekend deelde hij deze eer met Afonso Alves. Ja, nou ja, dat is het mooiste van deze goal eigenlijk natuurlijk. Dat ik Afonso even een sms'je moet sturen dat hij maar ergens anders op recordjacht moet gaan. Als we jou vragen om een top 6 te maken van mooiste doelpunten bij Heerenveen, dan komt deze er wel in voor, neem ik aan. Ja, ik heb deze erbij gezet. Ja. Ja, het was toch wel aardig. Ja, het heeft ook wel een bepaalde waarde. En ik denk dat ik daarom ook hier zo zit. Dat mijn 46e was. En dat ik de enige ben van Heerenveen die zoveel doelpunten heeft gemaakt in de Eredivisie. Ja, als we nou vragen mogen om nog 5 andere mooie doelpunten erbij te pakken. Welke schieten dan als eerste binnen in je hoofd? De penalty tegen FC Twente in de bekerfinale natuurlijk. Het is niet de meest fraaie goal, maar ja, er zit heel veel lading achter. Hij was ook niet slecht ingeschoten, maar om een penalty in top 6 te zetten is wel normaal gesproken een beetje te veel gevraagd. Maar ja, om alles wat erbij kwam heb ik die er ook bij gedaan. En welke goal staat er sowieso nog meer in? Nou, ik heb nog een keer een stift gemaakt tegen PSV een aantal jaar terug in de beker. Die vond ik zelf wel fraaier dan die van afgelopen zaterdag. Dat is zeker ook een van mijn allermooiste goals in die 20 jaar dat ik nu voetbal. Nou sta je volgens mij niet echt te boeken als een vrije trapspecialist. Maar ik kan me wel een hele mooie vrije trap van jou herinneren. Ik denk dat het tegen Braga was, Portugese ploeg in de UEFA Cup. Ja. Ja, nou, die raakte ik wel aardig. Nou, dan hebben we 4 mooie goals gehad. Welke 2 goals missen nog in die top 6 van jou? Ik ooit een afscheidswedstrijd van Foppe de Haan. Of tenminste hier voor het thuispubliek dan. We speelden tegen AZ. We hadden nog 1 punt nodig om Europees voetbal te halen. En ik geloof 10 minuten voor tijd of zo. Kreeg ik een lange bal van Hans Vonk. En die neem ik aan uit de lucht. En neem hem nog 1 keer mee naar binnen. Ik schiet hem met links. Onder in de hoek. Ja, ik vond het wel technisch een hele fraaie goal. En Europees voetbal binnengehaald. Dus ja, dat was wel leuk. De laatste goal uit je top 6. Wat is dat voor doelpunt? Ja, dat was eigenlijk een beetje een raar doelpunt. Dat was tegen FC Twente ook. En ik geloof dat Rauwelaar in de goal stond. En er kwam een lange bal naar voren en die wilde hij pakken. Maar ja, hij tastte mis op een of andere manier. Ja, die bal stuit achter me en dat komt nog maar op één manier erin. En dat deed ik met een hakje, dus het zag er wel leuk en komisch uit, denk ik. Heb je er één bij zitten waarvan je zegt, nou, dit is misschien echt mijn allermooiste geweest? Ja, of de AZ of de stift tegen PSV. Nee, dat twijfel ik. Je kunt niet kiezen eigenlijk? Nee, tussen die twee kan ik niet kiezen. Nou, hoeft ook niet, want ze waren gewoon allebei even mooi. Nou ja, kijk, dan zijn we eruit.